Nou heb ik hier natuurlijk die kleed hangen waar ik die machientjes van Bos in heb gestopt uit die blauwe lijn. En het ziet er hartstikke leuk uit. Maar ja, ruimte voor die decoupeerzaag hier is er niet. Als je nou zo kijkt, dan begint het toch aardig vol te raken. En aan de ene kant zou ik het wel prachtig vinden om hier een klie te hebben. Waar dus, zeg maar, alle drie de machines zo mooi op kunnen staan. Maar dan wordt het wel erg groot. Dus ik weet nog niet wat ik ga doen. Ik heb hier natuurlijk deze klie te hangen. Misschien kan ik hier wat mee doen. Misschien kan ik hier wat, hier twee machines twee decoupeerzagen naast elkaar en dan de opladers eronder of zo. Ik weet nog niet. Ik moet er nog even verder over brainstormen. Maar ja, het is gewoon weer lekker om bezig te zijn. Ik kan nog niet alles met deze hand. En het is echt waar. Ik moet naar vingertherapie toe. Toen die chirurg me dat zat te vertellen, zat hij me met een glashard gezicht te vertellen. Ik dacht, die vent die neemt me in de maling. Dus ik zeg, nou, dat lijkt me een goed idee. Maar toen ik bij zijn secretaresse kwam en me dat formulier gaf, waarop stond vingertherapie, en ze keek me aan of ze wilde zeggen, één schunnige opmerking en ik scheur hier over de balie heen. Dus we gaan nou toch eerst maar eens even iedere woensdagmiddag vingeren. Nou, bye bye.